Het is vandaag precies 24 jaar geleden dat Suriname op het internet werd aangesloten door Telesur. Internettoegang geschiedde in die tijd via een inbelverbinding, beter bekend als dial-up. Aan het einde van het introductiejaar noteerde Telesur 300 dial-up aansluitingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Telesur heeft door de jaren heen geïnvesteerd in verschillende technologieën om de grote vraag naar internet te kunnen bijbenen. Zo heeft zij de evolutie van 2G naar 3G kunnen doorstaan. Ook heeft Telesur met het Nationaal Breedbandproject meer aansluitingen kunnen doen. Verder heeft het bedrijf geïnvesteerd in het digitaal ontsluiten van het binnenland, waardoor alle leefgemeenschappen in het binnenland toegang zullen hebben tot het internet. Telesur blijft de internationale trends op het gebied van internetverbindingen volgen en zorgt ervoor dat Suriname kan profiteren van verbeterde internetservice. De lancering van 4G LTE is een goed voorbeeld hiervan. Telesur zegt in een persbericht dat de uitbreiding van internetmogelijkheden ook zal bijdragen aan de groei van de Surinaamse economie. Het bedrijf heeft als missie leider te blijven van innovatieve ontwikkelingen op telecommunicatiegebied.